Vandaag is India Diwali Festival. Diwali Festival is India's lichtjesfeest, zoals kerst of oud en nieuw bijvoorbeeld. Het wordt gevierd in heel India, dus hier vieren wij het ook. Omdat het best wel een grote Indiaanse gemeenschap, maar gewoon ook een internationaal gemeenschap hier is in Amstelveen. Dus wat wij eigenlijk willen is dat de internationale gemeenschap en de Nederlandse gemeenschap samenbrengen onder één dak. En dat gaan we ook vieren en gewoon de diversiteit van India. Nou, typische Indiaanse dingen, ik zou zeggen eten. Dat is gewoon heel veel eten, dus 10 eetkraampjes van al de verschillende plekken in India. Dus dat kan je altijd proeven en proberen. En dan hebben we ook een podium met non-stop entertainment van 12 tot 7. En we sluiten af met een vuurwerkshow. Wat vindt u van het festival hier? Ja, ik vind het geweldig. Het is overweldigend. Zoveel mensen die hier komen. We weten dat er hier veel mensen uit India wonen in Amstelveen. Ook hier in deze hele buurt. Zo'n 6000 hier bij ons. We zijn een beetje India-stad van Nederland. Dus het is geweldig dat iedereen hier bij elkaar komt en of hier elkaar Happy Diwali wenst. Happy Diwali! Ik ben nooit in India geweest, maar je kunt hier een beetje proeven wat voor bijzonder continent dat is. En hoe bijzonder het is om die band te hebben tussen hier, Amstelveen en daar. Zo'n geweldig continent met zoveel mensen. En het is ook mooi dat de Indiase mensen zich hier ook thuis voelen. Did you already perform or are you going to go up? We already performed 2 performances we already make and now we going to again. We have more 2 performances. And have you been doing this before? Is this the first time? We are almost 6 years. Every year we came. Yeah, and how do you like it? We like too much because it's Diwali festival. It's also Indian festival and we celebrate all together. Het wordt iedere jaar giga. Ik bedoel zo van, ik heb het vanaf het begin gezien en het is nu de 10e editie, dus 10 jaar lang. En dat is gewoon echt super. Ik bedoel zo van, het begon met een klein groepje. En nu zie je dat er duizenden mensen binnenlopen. Heel veel Nederlanders. En zo kennen ze ook de Indiase cultuur. Het eten kennen ze eigenlijk al. Maar ik denk de Amstelveense mensen, die kennen het nu veel beter. En daardoor gaan ze ook vaker naar India, denk ik. Ook voor het eten voornamelijk. Wat vinden de Hollanders van je eten? Nou, die zijn er helemaal gek op. Ik denk, wat ik eerder ook zei, de Nederlands publiek die heeft het smaak gewoon te pakken. En de Amsterdammers, die wisten het al, maar in Amstelveen is het ook nu, dankzij de Diwali Festival, iedere jaar, al 10 jaren lang. En ook andere feesten die ze geven. Het wordt echt helemaal beroemd, denk ik.